De Distrate Ori, welkom erbij. In deze aflevering praten we met mevrouw Malti Dwarka-Singh, administrateur generaal op het Bureau voor de Staatsschuld. We zullen het hebben over de Moody's-rating. Op 23 oktober 2024 heeft Moody's de kredietwaardigheid van Suriname met twee stappen verhoogd en de vooruitzichten als positief beoordeeld. Deze ratingverbetering wordt vooral toegeschreven aan de optimistische verwachtingen rondom de olie- en gassector. ...en de macro-economische hervormingen die Suriname doorvoert. We zullen het hierover met haar hebben. Mevrouw de Douakazine, welkom in het programma. Dankjewel, meneer Gelbrum. Wat betekent deze kredietrating voor Suriname? Nou, Het is heel erg belangrijk dat Suriname een paar stappen vooruit is gegaan... ...voor wat haar kredietwaardigheid betreft. En dan even ik even uitleggen wat dat betekent, kredietwaardigheid. Uh, um, als de wereld naar ons kijkt en we hebben een slechte kredietwaardigheid... Dat wil zeggen dat niemand ons geld wil lenen. Wat we het geld lenen? Mensen willen moeilijk ook investeringen doen in het land, want ze denken van dit land is niet capabel om aan haar, aan haar verplichtingen te voldoen. Dus het is wel heel erg belangrijk dat we stappen vooruit maken voor wat betreft onze kredietrating, onze kredietwaardigheid. En, en we weten ook dat we uit een hele moeilijke periode komen. Eigenlijk zijn we er nog niet helemaal uit. Uh, Suriname gaat door een financiële-economische crisis en ook een schuldencrisis. En we zijn bezig om daaruit te komen. En, en zoals Moody's dat heeft aangegeven, um, ze zijn dus niet zo lang geleden hier geweest, in oktober vorige maand. Ze hebben een assessment gedaan van, um, zijn we in staat om jullie schulden af te lossen? En uh, nadat ze met uh, actoren hebben gesproken, uh, lokale actoren, ...organisaties, internationale organisaties ook in ons land. Toen hebben ze ons een nieuwe rating gegeven. Aan voordien, hun vorige rating was heel slecht. En ze hebben ons dus nu twee stappen voorwaarts uh, ge gebracht met die rating. We so zijn dus vooruit gegaan. En dat is inderdaad omdat wij dus macro-economische hervormingen hebben doorgevoerd. We zijn bezig om uh, de balans, overheidseinkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. Want... Uh, in het verleden, niet zo lang geleden, hadden we heel veel uitgegeven, zonder dat we daar tegenover inkomsten hadden, waardoor we hele hoge schulden hebben gemaakt. En we zijn nu bezig om dat in orde te maken, dus om de, de situatie te herstellen. En ook, geluk, gelukkig hebben we ook in het vooruitzicht olieinkomsten. Um, dat geeft ons hoop. En die olieinkomsten, weet, um, ook de vorige maand is FID, Final Investment Decision, geopend. Um, door Total Energy is dat uh, dus uh, geproclameerd van inderdaad, we gaan dus nu investeringen doen. En die investeringen wil zeggen dat wij in de toekomst olie gaan, uh, productie gaan hebben, olieproductie uit de offshore. En dat wil zeggen dus meer inkomsten voor het land, heel veel meer inkomsten voor het land. En de overheid gaat dus daar ook veel meer inkomsten hebben, waardoor we dus veel meer kunnen doen. Zal dit enige impact hebben op uh, de economische situatie in ons land, deze kredietrating? Zeker. Dus nu heeft het, gaat het impact hebben in die zin van mensen kijken naar ons. Van oké, okay, Suriname doet het goed. Ze komen uit die crisis. En dat, dat, moet, dat is echt ook zo, hoor, internationaal. Um, we krijgen nu heel wat uh, banken naar hier. Maar het gaat beter met Suriname. Een paar jaar geleden, uh, toen we pas begonnen met het IMF-programma ging uh, iedereen zijn handen van Suriname afhouden. Weet je, niemand wil ons of een risico nemen om te komen investeren. Op het slecht ging, begrijpelijk. En nu we al stappen vooruit maken, zie je dus dat een heleboel banken, ook commerciële internationale banken, komen. En iedereen wil Suriname weer geld lenen, wil weer participeren in projecten, en in investeringen. Dus uh, het beeld van Suriname internationaal is echt. Heel veel verraad Vanwege de hervormingen die we hebben doorgevoerd, om die schuld-BBP-ratio's flink omlaag te gaan. Het is nog steeds een probleem om. Uh, nou ja, laat me niet zeggen een probleem, het is nog steeds een uitdaging om die schulden op tijd te betalen. Het punt is, we moeten gewoon goed beleid voortzetten. Snap je? Maar uh, we zijn bezig om echt uit die crisis te komen. En uh, dus een, een, een betere rating geeft aan de buitenwacht. Uh, uh, het, het, de boodschap van Suriname is we are open for business. Je kan weer zaken doen met Suriname. Het is een betrouwbaar land en in de toekomst zijn er dus heel wat mogelijkheden, vooral door die olie die binnen gaat komen en die economie nog meer die boost gaat geven. Dus er is, het gaat heel wat economische bedrijvigheid plaatsvinden, vooral in de toekomst. En welke zijn de kansen en de uitdagingen die deze olie en gassector biedt? De kans is, 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 is duidelijk, we gaan economische groei hebben. Het gaat wel wat werkgelegenheid uh, creëren. Misschien niet heel veel werkgelegenheid direct in die sector, maar die spin-off naar de andere sectoren kan heel groot zijn. Um, de overheid gaat meer inkomsten hebben. De uitdaging die er is en nog steeds is, is dat we nou, de lokale instituten, zowel overheids, maar ook de particuliere instituten moeten. Gaan gesterkt worden. We moeten goed omgaan met het geld. Het kan niet gebeuren dat we zoveel geld binnenkrijgen. We weten niet hoe we ermee omgaan. Er, zijn, er is nog geen goede regelgeving. En we zijn ook bezig hoor, om de regelgeving in place te brengen, zodat we veel meer beter kunnen omgaan met de inkomsten en de oliesector. En dat we niet alles opeten. Dat we rekening houden met de toekomstige generaties. En we zijn dus daarmee ook bezig om dus, uh, regelgeving daarvoor te maken. Maar als we dat niet hebben, en we zoveel geld binnenkrijgen, dat begrijp je, als we alles gaan opeten, dan zijn we misschien op een korte periode misschien heel erg, gereden, maar het gaat niet zorgen voor een duurzame ontwikkeling. Snap je? En, en, en daarvoor moeten we werken. Daarvoor moeten we werken. En we moeten zodanig dat geld gaan besteden, dat niet een kleine groep er alleen maar van profijt van heeft, maar dat we rekening houden dat we naar de hele samenleving kijken, naar alle lagen van die bevolking, dat we iedereen optrekken. En over de kredietrating, u gaf het daarnet aan, maar ook de heer Karel Eckers uh, zei dat deze kredietverbetering de deur opent naar internationale kapitaalmarkten. Uh, wat zijn de belangrijkste voordelen voor Suriname als, uh, als het gaat om toegang krijgen tot uh, deze markten en hoe belangrijk is dit voor economische groei? Um, ja, dus um, ik zei al, Nicom, er zijn een heleboel krediteuren die banken. Mensen die op de internationale kapitaalmarkt uh, opereren, uh, komen aankloppen en Suriname deals uh, willen aanbieden om weer te lenen. En dus mensen zien van Suriname komt er dat gaat waarin we zaten. Maar we moeten wel goed beleid blijven voeren als Suriname. We moeten goed nadenken, niet alles wat we kregen daar moeten we voor gaan. We moeten eigenlijk voor onszelf goed bepalen wat we willen, waar we naartoe willen gaan. En zeker uh, een bureau voor de staatsschuld die belast is met het beheer van de staatsschuld. Wij willen zeker conservatief en prudent beleid blijven voeren. Uh, niet zomaar geld lenen uh, voor allerlei dingen. We moeten, we moeten erkennen dat we nog steeds nodig hebben dat we geld moeten lenen. We hebben gewoon een gap om alles wat de overheid wil doen te kunnen doen. Maar om dat moet goed door dag plaatsvinden. Dus het is goed dat we toegang hebben tot die internationale kapitaalmarkt, uh, omdat we een betere kredietrating hebben. En een betere kredietrating wil zeggen dus dat als wij geld gaan lenen op die internationale kapitaalmarkt, dat we tegen een lagere rente kunnen lenen. Want hoe slechter je kredietwaardigheid, dan moeten de crediteurs zich indekken tegen het risico dat je dus niet kan terugbetalen of niet op tijd kan terugbetalen. En dat wil zeggen dat je dus een hogere rentevoet moet betalen, tegen een hogere rentevoet kan lenen. Maar hoe beter je kredietwaardigheid wordt, hoe lager je rentevoet is. Dus hoe minder kosten je maakt als je moet leren. Dus uh, dat is dus het voordeel dat wij uh, minder uh, we worden gezien als een minder risicovol land. En waardoor we een, een lagere rentevoet krijgen als we willen lenen op de internationale kapitaalmarkt. En dat geldt niet alleen maar voor de overheid hoor. Dat geldt ook voor de bedrijven in het land. Als zij willen lenen, internationaal. We zien dus de, de oliesector. Staatsolie wil ook deel hebben in de investeringen. offshore olie. Dus zij moeten ook gaan lenen. Om zich in te kopen. En um, naarmate onze kredietwaardigheid verbetert. Als zij ook gaan lenen op de internationale kapitaalmarkt. Dan gaan zij ook een betere rentevoet krijgen. Waartegen ze kunnen lenen. En dat is het voordelig ook voor hun. En het geldt niet alleen maar voor staatsolie. Het geldt voor alle bedrijven in het land die willen lenen, maar om die investeringen willen aantrekken om samen dus tot uh, economische bedrijvigheid te komen in het land. Zal ons investeringsklimaat door deze rating uh, ook worden beïnvloed? Hoe? Op welke manier? Dus het, 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 het is al beïnvloed. Hè? Mensen kijken al op een andere manier naar Suriname. Dat, 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 dat zie je ook al door al die aanbiedingen die we nu krijgen. Um, en uh, mensen dus, uh, gaan dus meer willing zijn, ook door de toekomst, olie, uh, om hier investeringen te doen. Omdat men ziet dat men sowieso een rendement kan gaan hebben uit hun investeringen. Wat is de rol van het Bureau voor de Staatsschuld hierin? Nou, kijk, het Bureau voor de Staatsschuld, uh, we zijn opgezet om de, de schulden van de staat te beheren. En, een onderdeel daarvan is ook uh, verbeterde kredietverlening, wil zeggen verbeterde financiële voorwaarden, waartegen we kunnen lenen. Dus om dat moeten we monitoren, de kredietverlening, cred uh, en daar moeten we mee helpen. Uh, toen Moody's kwam uh, vorige maand, hebben wij dus de actoren bij elkaar gebracht om ze het belang van deze missie uit te leggen. Um, en uh, hebben het gecoördineerd van Moody's, dat ze met de actoren die ze wilden spreken. Dat, ze de, dat we de gesprekken konden arrangeren voor ze. Uh, ze hebben data gevraagd, dus dat alles uh, doen mee. Uh, volgende maand, nee, deze maand komt Standard Templar. En het is ook belangrijk, uh, van belang dat zij onze rating upgraden. Want als het minimaal twee krediet, uh, credit ratings bureau, internationale kredietratingsbureaus aangeven van hey, het gaat beter in Suriname, want we, we, we gaan die credit rating upgraden, dan is dat een mooie boodschap van Suriname naar de buitenwacht, naar de rest van de wereld. Suriname is open voor business. Um, uh, het gaat steeds beter met het land. De vooruitzichten zijn goed. Uh, er zijn nog, nog steeds altijd risico's. En die credit rating is wel twee stappen vooruit te gaan. We zijn nog steeds in een rating dat niet gezien wordt als stabiel. Snap je? Als een land dat, dat stabiel is om zijn spullen af te lossen. Dus we moeten lang, want gaat langzaam gebeuren. We waren eigenlijk bijna aan de bottom, aan de rating. Dus uh, je gaat niet van de bottom helemaal naar boven. Het gaat stapsgoed plaatsvinden. En we zijn al twee stappen vooruit te gaan. Aan de rating van Moody's. is. Dus we kijken ook hoe uh, standard up uh, zij komen deze maand, in uh, medio van deze maand. Ook dat moeten we organiseren en coördineren. En we gaan kijken hoe zij ons gaan upgraden. En dat onze economie nog niet stabiel is, is dat een van de risico's? Nou, um, ja, nou, nou de risico's is, ja, laat me zeggen dat onze economie niet stabiel is, maar er zijn risico's, toch? Kijk, als instituten, instituten zijn zwak. Maar het opbouw van instituuten kost tijd. We hebben gezien dat die macro-economische hervormingen zijn doorgevoerd en we zien dus steeds betere resultaten. Maar uh, we moeten dat blijven behouden. We moeten dus prudent beleid blijven uitvoeren. En we hebben straks de kiezingen. Wie komt aan de macht? Gaan ze door met het prudent beleid? Uh, dus daar heb je al een stukje risico, dus politieke risico's. Ook institutionele risico's, gaan de instituten verder worden opgedreid? Gaat de capaciteit van instituten verder uh, verbeterd worden? Omdat dat kost tijd? Maar ook, we hebben dus fiscaal, als we kijken naar overheidsinkomsten en uitgaven, uh, gaan we dat beleid verder voortzetten, dat die gap steeds kleiner blijft, klein blijft, en dat we dus eigenlijk overschotten hebben, zodat we schulden kunnen aflossen. Um, dat zijn allemaal zaken waarnaar men kijkt. Uh, als je nu zo kijkt naar economische vooruitzichten vanwege olie, dan weet je, zijn die risico's minder. Maar laten we zeggen, wij rekenen we op 2028 dat eerst de olie binnenkomt. Um, als het dat langer duurt, dan heb je ook daar een stukje risico. Snap je? Maar dan moeten we nog even wachten op die inkomsten. Dus dat zijn alle, allerlei risico's waarnaar uh, deze bureaus kijken, uh, om dus ja, een rating te geven waarbij. ...ze eigenlijk het risico inschatten voor dat land. En heeft u tot slot uh, nog een boodschap voor de samenleving die ook uh, deze ontwikkelingen volgt? Ja, ik, 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 wil, um, ik wil zeggen dat um, we komen uit een hele moeilijke periode en ik weet dat gewoon iedereen in die samenleving dat voelt en heeft gevoeld. We zijn er nog niet uit. We zien wel, als we kijken naar het macro-economisch plaatje, dat het, het zaken beter gaat. Maar ik denk dat het nog even gaat duren voordat we het allemaal echt in ons portemonnee gaan voelen. Uh, ik denk dat we nog echt even geduld moeten hebben. Uh, het is erg belangrijk dat, we, dat het bestuur van het land prudent beleid uitvoert. Um, maar als we even volhouden, in het vooruitzicht zijn er hele mooie. Uh, zaken waarnaar we naar kunnen uitkijken, dat, dat die hele economie omhoog kan trekken. En ik denk dat als mensen bereid zijn om hard te werken, willen aanpakken, dat iedereen echt een kans zal krijgen om zich te ontwikkelen in dit land. En die rating helpt mee. Maar het is echt ook dat we allemaal samen dit moeten aanpakken. Dat, dat, dat Suriname steeds stappen voorwaarts uh, uh, maakt en dat we als land uh, het beter kunnen hebben voor onze hele bevolking. Dus ik zou zeggen, uh, het volk heeft uh, heel veel offers gebracht, maar nog even geduld, denk ik. En ik hoop echt dat we het allemaal veel beter kunnen hebben in een paar jaar. Zo heeft u het gehoord van mevrouw Malti Dwarka Singh, Administrateur-Generaal op het Bureau voor de Staatsschuld. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Serenatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sranan Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.